Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect hier op Vaco Games. En jongens, het gaat geweldig in deze gevangenis. Iedereen is blij, alle gevangenen liggen keurig netjes in hun celletje te slapen. Die hebben het helemaal naar hun zin. Komt goed uit, want ik vind zelf ook persoonlijk dat dit de beste gevangenis is die ik tot nu toe heb kunnen bouwen. Hartstikke mooi natuurlijk, want het gaat hartstikke lekker. Ik hoop ook dat ik dat vol kan houden en waarom zijn hier twee dubbele muren? Waarom zijn die twee dubbele muren? Ik heb hem maar niet gevraagd om dubbele muren. Dat is niet de bedoeling. Denk je dat... Oké. Rust. We gaan het fixen. We gaan het repareren. Ik wil geen dubbele muren in mijn gevangenis. Dat vind ik zonde van de tijd. Vind ik zonde van de materialen. We moeten gewoon muren slopen. Hoppakee. Deze muren moeten weg. Allemaal. Opgebokt met die muren. Wat ik namelijk wil, is meer gevangenen in mijn prison. Op dit moment hebben we de 70. Dat is een redelijk aantal. Maar het kunnen er natuurlijk veel meer zijn. Want ik wil voor de volgende subsidie gaan. Namelijk celblok C. En bij celblok C moeten we minimaal een capaciteit van 100 mensen hebben. Is best veel. Kost ook wel een heleboel. Maar dan krijg je ook 30.000 euro voor terug. Dus, laten wij dat proberen. Als er tenminste nog werkmannetjes wakker zijn. Want het is 12:15 s'avonds. Hallo, werkmannetjes. Oké, daar gaan ze met z'n allen, hoor. Het is net een trein. Maar dan anders. Zo, allemaal weghalen die troep. Ramen niet nodig. Weg ermee. Opbakken met die muren. Jongens, jullie vergeten een stukje. Dit stukje muur moest ook weg. Goed zo, nog één stukje. Goed zo, wie gaat het doen? Jij gaat het doen. Oké, held. Mooi. Dan moeten we even nadenken. Want wat willen we doen? Willen we nog een keer een compleet cellenblok zoals we hier hebben? Antwoord is ja, dat willen we. We willen gewoon nog een keer zo'n cellenblok. Alleen dat kost heel veel geld. Dus we moeten even precies gaan meten. Want de vorige keer heb ik het ook al fout gedaan. Blauw drukken. We moeten meten. Hoe breed is dit? Vanaf de muur gerekend is het 1, 2, 3... Ik kan het gewoon zo doen. 11. Vanaf de muur is het 11 breed. Oké. Doen we. Vanaf de muur 11 breed. 11 meter breed. Hoppa. Als een baas. Nou hoop ik. Ja, dat gaat goed. Moeten we zo meteen alleen een stukje muur hier weghalen. En dan kunnen we dat gebruiken als ingang. En dan kopiëren we gewoon het andere cellenblok. Handig. Of nee, dit gaat niet goed. Dit gaat helemaal niet goed. Deze muur is niet goed. Heeft een ingang nodig? Nee, je hebt helemaal geen ingang nodig. Muur, haal muur weg. Dan gebruiken we dit als ingang. Zo. Muur, please. Dank u. Dit is de muur, dit is de ingang. You can do it. Wat is er nou toch de hele tijd aan de hand? Waarom wil die nou de hele tijd niet? Die funderingen moeten gewoon neergelegd worden. Ja, dan hebben we daar een stukje fundering. Waarom ligt hier nou geen fundering? Omdat hier nog een dingetje ligt of zo. Haal het eens weg. Oh, er ontbreekt nog een stukje muur op sommige punten. Ja, goed zo. Waarom daar? Jongens, jullie vergeten een stukje. Ik ga toch niet jullie betalen als jullie dat stukje muur vergeten. Het is een fucking gevangenis. Het is wel gevaarlijk als jullie muren over het hoofd zien. Oké. Zullen we afspreken dat ik jullie voortaan niet meer betaal totdat jullie de muren gefixt hebben? Lijkt mij een goed idee. Daar moet nog een stukje muur bij komen. En dan kopiëren we de cellen zo meteen. Kopiëren. Deze cellen. Allemaal. Kopiëren we hier naartoe. Deze cellen kopiëren we hier naartoe. En dan kopiëren we alleen dit stukje nog even een keertje. En dat plakken we dan hier. Zo, kijk eens eventjes. Wat is er nou toch weer aan de hand? 13 gevangenen hebben klachten. Waarover? Over het eten? Pech. Het is hier geen fucking hotel. Maar zo te zien zijn ze alweer blij. Ze zijn alweer happy. Er is niks meer aan de hand. Ze hebben net even lekker gedoucht. Denk ik. Wat is er met de douche aan de hand? Behoefte. Ze willen eten. Nou, dan krijgen we dat toch. Ze willen meer entertainment. Misschien binnenkort een grotere... Ho. Ze hebben iets gevonden. Een tunnel. Of iets in die richting. Een
tunnel kunnen we niet gebruiken natuurlijk. Oh, ik vergeet helemaal het water. Het is wel handig om een wc op het water aan te sluiten, hè? Gewoon een tip. Mocht je ooit een keer een wc moeten aansluiten, zorg dan dat je hem op de waterleiding aansluit. Ja, anders dan doet hij het niet. En dan denk je van, nou, waarom spoelt mijn stront niet weg? Nou, daarom. Omdat je hem niet aangesloten hebt. Slimmerd. En dus nemen we ook de elektriciteit sluiten we aan. Oké. Vraag me af hoe hoog de capaciteit dan wordt. Want we hebben nu 77. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 93. Dan hebben we 7 cellen tekort. Volgens de volgende grant. 7 cellen. Gaan jullie daar echt moeilijk over lopen doen, de regering? Over 7 lousy cellen? Celletje saaie dons. Misschien dat we er nog wel eentje bij maken, hoor. Extra celblok. Zullen we het doen? Extra cellen, waarom niet? We doen er gewoon nog een keertje extra cellen bij. Natuurlijk. 11 breed. 11 breed. Nou. Deze muur halen we dan weg. Hop, zo vlot. Dan hebben we lekker veel extra gevangenen. Oh nee, daar kunnen jullie niet door. Dat lukt niet, hè, jongens. Nee, daar hebben we een bewaker van nodig. Bouw die muur. Extra cellenblok. Wat is daar aan de hand? Gaat het trouwens goed met het onderwijs? Dan vraag ik me ook wel eens af. Ik heb niet het idee namelijk dat het onderwijs werkt. Er is 1 persoon geïnteresseerd in school. Eentje. En er zijn er 11 geïnteresseerd in spirituele begeleiding. Dat gaat mis met de mensheid als er 11 personen geïnteresseerd zijn in spirituele begeleiding en... Oh, hey, foto. En de rest niet in onderwijs. Ah, oh, iedereen is dood. Einde. Wat een ellende, wat een ellende. Ga weg met je foto. Foto, ga weg, dankjewel. Zo, deze is ook... Zo, dat hebben ze snel gedaan. Holy spetterboe, dat hebben ze snel gedaan. Kopiëren we deze. Zo. 1, 2, hoppa. 1, 2, hoppa. Dat gaat goed ook nog. Nee, het gaat niet goed. Of wel? Nee. Het gaat niet goed. Het gaat helemaal fout zelfs. Helemaal verkeerd. Binnenruimte leegmaken. Dit allemaal weg. Weg. Op bokken. Gaat verkeerd. En daarom moet je heel erg oppassen met die clone tool. Dat gaat gigantisch fout als je het scheef doet. Zo, beter. Opnieuw. Kopiëren. Doe ik het weer? Nee, goed zo. Ik heb het lege ding gekopieerd. Top. Opnieuw. Wat dat doen? Is niet goed. Zo dan. Wat is er dan? Oh, ik krijg geen geld. Heb ik geen geld? Waarom heb ik geen geld? Wat is er met mijn geld gebeurd? Iemand heeft mijn geld gepikt. Niet de bedoeling. Weird. Er is iets met mijn geld gebeurd en ik heb het niet in de gaten gehad. Ik weet niet wat er aan de hand is. Als iemand gezien heeft wat er met mijn geld gebeurd is, gooi het in de comments. Waarschijnlijk heb ik het uitgegeven. Hé, hey, er is weer een schaar gevonden in de eenzame opsluiting met jou, bitch. Geen scharen in mijn gevangenis. Alleen in de knutselclub en die telt niet mee. En dit is echt super dom wat ik nou aan het doen ben. Want er loopt dus een grote pijpleiding dwars door die cellen heen. 125% als ze daar gaan proberen te ontsnappen. 125%. Ik zet er gewoon een extra bewaker neer. Zo. Zet er maar een grote snuf bovenop. Als ze daar iets ruiken, dan weten we dat het daar gebeurt. 3000. Anders kopiëren we een kleine cel. Ah, daar gaat het dus mis.
Zo moet hij. Dit gaat fout. We moeten nog één klein stukje doen. Jongens, bouw die muren nou niet. Ik heb gevraagd om die... Stop! Paniek! Niet doen! Raad eens wie het weer mag repareren. Antwoord, het is ik. Dan moet hier een muur. Daar een muur. Die deur zit er in principe al. Heb ik echt geen geld voor elektriciteitskabel? Want dan ben ik van pauper. Er moet één cel bij. Dan krijg ik 20.000. Kom op. Eén celletje extra. Kom on, regel die toko nou. Ik heb $13. Hé, hey, daar gingen we. 20.000. Mooi. Stroom. Overal stroom. En pijpleidingen. Hey. Pijpleidingen voor iedereen. Keurig. Dan moet hier nog een bed. Daar een bed. Dan moet een wc en een wc. En dan moet het verder goed komen. Kost even tijd, maar dan sluiten ze het vanzelf aan. Die hebben we daar. Wat is hier allemaal aan de hand? Is er ondertussen al meer interesse voor mij? Zeer geïnteresseerd. Ja, er zijn twee mensen geïnteresseerd in onderwijs. Aha. Keurig. Twee zijn er geïnteresseerd in onderwijs. Oh, deze zouden we ook slopen trouwens. Die douche. Hoe doen we dat dan? Waarom kunnen we dat niet slepen? Dat is wel onhandigheid. Zo. Hele kamer vol met allemaal kratten. Afvoeren die toko. Kom op. Het is geen opslagruimte. Het wordt een... Wat wordt het eigenlijk? Laten we er een kapelletje van bouwen. Die hebben we er niet. Una kapel. Dan hebben we nodig een altaar. Een altaar. Waar ze de heilige kip kunnen vereren. Een kerkbank. Lekker op de kennen zetten. En een gebedskleed. Bescherm je gevangenen tegen de vieze vloer. Ja, dat is wel vervelend. Nou, leg je lekker op je knietjes en... Wat doet die afvoerpijp daar? Haal die afvoerpijp eens weg. Zo, leg je lekker op je knietjes en dan komt er in één keer een of andere vervelende vieze vloer. Dat moet je niet willen. Gebedskleed. Zo, keurig. Mooi hoor. Dit is een islamitische ruimte en een katholieke kerk in één. Wie zegt dat dat niet kan? Niemand zegt dat dat niet kan, dat moet gewoon kunnen. Maar jongens, ruim die kratten eens op, AUB. Wie gaat die kratten nou opruimen? Moet ik dat zeker weer doen? Gaat iemand die kratten... Hier zijn ook al nog van die kratten. Ik hoef er niet al die kratten aan te klikken, of wel? Moet ik echt al die kratten lozen hier? Wat een rotwerk. Nee, dit gebedskleed. Die kist. Die fucking kist. Hoe moet dat? Daar moet een manier voor zijn. Binnenruimte leegmaken. Ja, we kunnen het nog een keer proberen. Oh, wacht. Dit is wel handig. Ruimen we die ruimte gewoon nog een keertje opnieuw in. Dan halen we alles eruit. Dan zit alles er weer in. Bij gebrek aan meer efficiëntie doen we het maar gewoon lekker op deze manier. Ik vind dat het werkt. Kijk, daar gaan alle kisten. Hoppakee. Op bakken met die kisten. Op bakken met die dingen. Lekker leegruimen. Er is ook een heleboel van die kisten. Allemaal niet nodig. Oude keukens er voor mijn kisten die we niet nodig hebben.
beginnen we gewoon helemaal opnieuw. We maken er een kapel van. Oké, kapel. In de kapel heeft men nodig een altaar. Een kerkbank. 1, 2, 3, 4. 4. Gebedskleedjes van 50 euro per stuk. Dat is duur. Ze hebben ook kleedjes bij de gamma hoor. Van nog geen tientje per stuk. Leg ze allemaal, meneer. Allemaal voor de ontspanning. En dan niet zeggen dat ik niks voor de religieuze gevoelens van mijn gevangenen over heb. Want dat is het best. Kijk, die kleedjes zijn haat en slepen, man. Die kratten lozen. Krat lozen. Krat lozen. Krat lozen. Ik moet meer van die... deze dingen hebben. Schoolbureaus. Waar zijn schoolbureaus? Schoolbureau. Moeten er meer van zijn. Hoppa. Hoeveel zijn er nou eigenlijk geslaagd voor een school? Dat wil ik weten, want dat is belangrijk en interessant voor mijn hervorming van onderwijs. Ondertussen moeten we meer gevangenen erin stoppen. We hebben ruimte voor 100, dus laten we er 95 in stoppen. Krijgen we 14.000. Toppie-joppie. Kan onze kantine dat nog aan? Jawel, dat lukt nog wel. Dat lukt helemaal prima. Ik wil weten hoe dat met die klas zit, want ik geloof nooit dat dat werkt. Wijs 3 gevangenen toe aan de schoonmaakkast. Welke schoonmaak? Oh, we kunnen hier een schoonmaakkast van maken. Hahaha. We maken er gewoon een schoonmaakkast van. We hebben weer 10.000 euro. Waar is de schoonmaakkast? Schoonmaakkast. Dit is de schoonmaakkast. Binnen. Ja, dat is een mooie schoonmaakkast. En dan moeten we logistiek 1, 2, 3 toewijzen. Dan weer 10.000 euro. Hij gaat lekker. Celblok D. 200 gevangenen. Nooi, veel te veel. Er is rellen. Ze vinden... Oh, ze zijn buiten bewustzijn. Meer bewakers. Zijn er überhaupt wel bewakers in de keuken? Even kijken hoor, waar is het werk? Ja, er loopt een fucking bewaker. Er lopen 2 bewakers in de kantine. Er loopt een gigantische hond met enorme tanden in de kantine. En toch gaan ze lopen rellen. In de eenzame opsluiting met jou. Bitch. Een beetje lopen rellen, houden we niet van. Zullen we deze erbij pakken? Vergroot de omvang van je beveiligingsteam. Beveiligingsteam. Ontgrendel beschermende kleding. En tasers, die hebben we ook nodig. Plaats een monitor voor beveiligingscamera's. Dus dan hebben we eigenlijk een soort van extra beveiligingshok nodig. Wat kunnen we hier wel regelen, denk ik? Want we hebben hier ruimte zat. In principe. In principe hebben we hier ruimte zat. Maken we gewoon hier een extra funderingje. Hieronder. Maken we daar een beveiligingskamer. Weet niet hoe dat werkt. Heb ik nog nooit gedaan. Wat is met mijn stem aan de hand? Doe eens even normaal, stem. Ik heb jouw hart nodig. Wat is hier aan de hand? Wc is mislukt. Wat is er mis met de wc? Een hele mooie wc hoor. Is er geen stroom? Ja, er is wel stroom, maar dan heb je net de piependozen. Oh, die deur doet het niet. Aha! Zeg dat dan. Die deur is kapot. Dan moet je me bellen en dan zeg je, Lars, die celdeur is kapot. Wat ga je eraan doen, lul? En dan zeg ik van, niks. En dat is het dan. Heeft een ingang nodig. Als je nou eerst even dat bouwt en dan om de ingang gaat lopen zeuren. Dat is een beter systeem. Beveiliging. Kantoren voor je agenten. Welke agenten? Ik heb ook maar geen agenten. Wat hebben we daarvoor nodig? Een stoel, een bureau en een archiefkast. Een groot kantoor, man. Het is gewoon een kantoor. Maar ze noemen het anders. Ja, zo ken ik het ook.
Zo kan ik ook aan een kantoor komen. Een archiefkast. En ik zag hier ook... deze monitor voor de beveiligingscamera's. Dan zetten we die gewoon hierin. Maar dan moeten we eerst dat ding ontlokken. Eerst dit moet goed gekeurd zijn. Surveillance. Dus dan moeten we beschermende kleding. Tasers. Surveillance. En werk. En we hebben het hele allemaal te doen. De komende tijd. 3 ontsnappingen vandaag. Uh-oh. Dat is niet handig. Ze zijn ook echt hier ontsnapt. We kunnen zoeken naar tunnels. Tunnels verwijderen. Holy shit, wat zijn die tunnels? Waar gaan die tunnels dan doorheen? Ja, zie je, dit bedoel ik dus. Dit is precies waar ik bang voor was. Ze zijn ontsnapt via die grote tunnel. Ze zijn via deze pijpleiding zijn ze naar buiten gekomen. Ja, dat gaat dus helemaal fout, hè? Dat gaan we dus even anders doen. Ze mogen niet buiten komen via die gevangenisdeuren. Irritant. Wat is hier nou weer mis mee? Bouw nou gewoon die fucking muren erin. Dat is niet moeilijk. Jullie doen het de hele tijd hetzelfde. Nou moet het in één keer anders. Nou, op deze manier dan maar. De beschermende kleding is goedgekeurd. Tasers. Om ze allemaal kapot te taseren als ze aan het ontsnappen zijn. Ze hebben bij mij toestemming. Om als ze iemand tegenkomen die aan het ontsnappen is... taser hem vooral helemaal kapot. Moet je me niet ontsnappen hoor. Kleihoutzak. Stroom erdoor. Kunnen we dat vast aanleggen. Surveillance is bijna klaar. Als we die hebben, dan ontgrendelt het bewakingscamera's en monitors. Hiermee kun je de onbemande delen van je gevangenis in de gaten houden. Slim. Ah, een mooi systeem, hè. Mooi systeem dat het kan. Ontgrendelt ook het afluistersysteem voor je telefoons. Waarmee je gesprekken van gevangenen kunt afluisteren en belangrijke informatie kan verkrijgen. Ik vind het een goed systeem. Bewaking, zo hadden we ook weer allemaal voor dingen. Bewakingskluisje, nee. Wapenrek, nee. Maar dat is een heel mooi ding. Monitor voor de bewakingscamera's, juist. Deursysteem, overal toegankelijk. Die hebben we nog niet. Overal toegankelijk, wat is dat? Wat is deze? Ontgrendeld geavanceerde apparatuur voor op afstand bestuurbare deuren die automatisch openen. Doen we er ook maar bij, we hebben toch geld zat. Maar ik vind dit niet heel erg tof, jongens, wat jullie nou allemaal aan het doen zijn. Jullie zijn allemaal aan het suipen. Ik snap wel dat je bier wil. Deze cel is gewoon echt totaal mislukt. We beschouwen deze cel als mislukt en we verwijderen hem gewoon helemaal. Weg met die troep. Wat is hier nou toch mis mee dan? Dat snap ik niet. Zo, haal maar leeg die cel. Ondertussen kunnen wij een... Ik had een bewakingscamera gezien. Ja, ja. We kijken deze bewakingscamera's allemaal die celdeuren in. Het is echt de meest onlogisch opgehangen bewakingscamera's ooit. Maar het werkt. Hoop ik. Bewakingscamera's in de douche, tuurlijk. Om naar de blote pielenmuizen van de gevangenen te kijken. Camera's in de keuken en in de kantine. Wat is er nou? Waarom zijn jullie nou toch aan het knokken? Je krijgt hartstikke lekker eten. Je hoeft niks te doen. We gaan op rellen. 1 sterfgeval vandaag. Ik zal hem niet missen.
Ik boeit me niet wie de dood is. Interesseert me niet, ik mag hem toch niet. Ondertussen installeren wij een afluistersysteem. Zeker wel. Snoeren opruimen. Welke snoeren? Ik heb helemaal geen snoeren, wat zeuren ze nou? Ik heb helemaal geen snoeren. Ik doe alles draadloos. Team wifi, dat is wat ik ben. Oh, ze hebben wel snoeren. We moeten echt extra bewakers hebben, jongens. Dit gaat mis als dit zo doorgaat. Ik wil extra bewakers hebben. Patrouilles met waakhonden. Hier in dit gebied. AUB. Hier moet er ook eentje lopen. In dit gebied. Loop ook maar met een bewaker met een hele grote hond in de douche. En geen gezeik van, ja maar dan bijt hij straks mijn worstje eraf. Had je eerder bijna moeten denken. Waar is mijn hondending nou? Werk. Zo, keurig. Mooi hoor. Wat is hier nou weer mee? Bouw meer monitors voor bewakingscamera's. Nou. Komt eraan, joh. Is goed, gaan we regelen. Doen we even. Zo aardig zijn we wel. Als ze hier naar binnen komen, die gevangenen, hebben we een heel groot probleem. Heel groot probleem. Nou, installeren die monitors. Dure dingen, dus wees er voorzichtig mee. Beveiligingscamera's, grapjassen. Ontgrendel tasers. We moeten meer bewakers hebben. Meer bewakers. Nou, alleen nog tasers ontgrendelen, dan hebben we weer 20.000. Als die tasers ontgrendeld zijn, hebben we 20.000, dan hebben we $70.000. En dan kunnen we best weer wat leuke dingen mee doen. Ik denk dat we dan de volgende keer gaan kijken naar meer gevangenen. Want we hebben er nu best wel heel wat, maar er kunnen er natuurlijk altijd meer. Ik wil eigenlijk aan deze kant ook wat gaan bouwen, want we hebben nu alleen aan deze kant dingen gefixt. Maar ik wil eigenlijk aan deze kant ook dingen regelen. Het wordt best een mooie gevangenis. Ik ben er best trots op mezelf. Als jij ook trots bent op deze gevangenis, weet je natuurlijk wat je kan doen. Hopelijk willen jullie mij even helpen door gewoon een like op deze video te doen. Zou je mij super mee helpen? Niet alleen mij, maar Vaco Games natuurlijk ook enorm. Er zijn al wel een paar dingetjes die ik nog moet aansluiten, maar dat komt allemaal wel. Morgen natuurlijk om 6:30 gewoon de volgende aflevering van Prison Architect. En ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. Schiet daar toch eens even op met die tasers. Ik wil die tasers, ik wil die monies, ik wil alles gewoon regelen. AUB. En fok dat onderwijs, want dat luistert toch niemand naar. Er is nooit iemand in die klas geweest. Ze willen niet eens. 10 geïnteresseerd. Nou, schiet eens op, bam. Duurt lang. Ja, dan heb je wat. Is het lekker tot een beetje met de tasers? Nog een uur. Nou, even wachten op de tasers. Kunnen jullie even een like knallen in de tussentijd of zo? Of even uit je neus peuteren. Of even wat te drinken halen. Het duurt een minuutje. Nog niet eens. Nog 15 seconden. 15, 14, ja, veel te snel. 30. 20. 10. Ik hoop jou de volgende keer te zien. Vaco Gamers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen. Mazzel!